Goedenavond iedereen, welkom op een gloednieuwe livestream van Noodweer Benelux. We gaan het vanavond hebben over onweerskansen vanavond in België en Nederland. Dus als u daar alles wil over weten, wel, dan zit u hier helemaal aan het juiste adres. Heel veel mensen stonden al in de wachtrij. Laat even weten in de chat of het geluid prima is. Dat is meestal de oefening die we maken in het begin. Trouwens, ook bedankt aan alle mensen die al een blauw duimpje hebben nagelaten op deze stream. Ongelooflijk. Dag Quirin. Goedenavond. Dag Johan. Het was op zich geen bedoeling om live te gaan. Natuurlijk, ja, de weerkaarten die gaan daar anders over beslissen. En we gaan in no time naar 130 mensen live. Het wordt een van die livestreams die opnieuw de boekjes in kunnen. Mieke, goedenavond. Christophe, welkom iedereen. Als je mensen kent die onweerliefhebber zijn, die onweer graag zien, volgen of daar schrik voor hebben, wel, dan is het vanavond het moment om hier in te tunen in deze livestream. Vragen zij welkom? Uiteraard, daarvoor is het een livestream. 150 kijkers, jongens. Het gaat als een trein. En van een treintje gesproken, ik ben nog altijd niet echt bekomen van afgelopen woensdag. Ongelooflijk. En inderdaad, Dominique, het is een extra uitzending vanavond. Heel veel mensen die zitten met vragen rond onweer. Misschien u zelf ook. Trekt het onweer nu naar ons? Trekt het weg van ons? Wel, vanavond ga ik daar tijd voor vrijmaken, beste weervrienden. We gaan het samen even doorlopen. We gaan jullie updaten. Waar staan we? Wat zijn de weermodellen? En wat moeten we ook morgen verwachten? Isabel de Baat. Goedenavond, Nicolas. Top dat je nu live gaat. Isabel, schitterend. Laat even weten in de chat hoe het met jullie gaat en of je de livestream al even gedeeld hebt op Twitter, Facebook. Ik denk dat we gemakkelijk naar 200 mensen gaan vanavond. Het is een onweerstream. Veel mensen zijn benieuwd. Gaat het in mijn eigen regio tot bliksem en donder komen? Sonja, super fijn dat je live komt. Sonja, ja, we konden niet anders. Heel veel mensen die zitten met terecht vragen rond dit onweer. Komt dit naar ons? Ja, de chat die gaat behoorlijk los al, mensen. Het gaat toch weer niet waar zijn. Louis, een complex opkomst boven de Frans-Belgische grens? Ik denk het ook. Dus vanavond, mensen, u ziet het, een aantal van jullie droppen al de eerste superchats. Dat zijn steuntjes voor onze organisatie. Dankjewel, Tim, voor de prachtige support. En ook Gijs. Hey David, welkom. PG die meldt hier nu zon. Ja, PG, dat is eigenlijk normaal. Want de zon zorgt voor een toenemende onstabiliteit. En onstabiliteit heb je nodig voor, jawel, allen in koor, onweer. Goed, heel veel mensen zitten naar die 200 te gaan, dus dat gaat hier echt aan een behoorlijk hoog tempo. We zijn 3 minuten live en daar staat de klok in beeld. Thibaut die vraagt, en dat is een goede vraag, Thibaut, zou er nog uitbreiding richting het westen van België zijn? Thibaut, hier zit je aan het juiste adres. Prachtig, welkom. 50 blauwe duimpjes op deze livestream. Boys and girls, ongelooflijk. Aan dit tempo halen we binnen de 5 minuten 100 blauwe duimpjes. Proficiat. Hey, welkom Disasters. Dag Saskia en Racket. Alles goed? We naderen 200 mensen live. En iemand stuurt mij nu op Instagram, op ons Instagram-account, Noodweer Benelux. Wanneer ben je weer live? Ja, dat had een zeer gemakkelijk antwoord zijn. Nu. Stijn van Bergen, dankjewel man, voor de support. En Stijn lijkt mij een onweerliefhebber in hart en nieren. Ik zie daar een onweersicoontje. Super bedankt Stijn voor de support. I love it. Evelien van Ekeren, dag Nicolas. Hey Evelien. Everything alright? Jimmy, alles goed jongen? Shout out aan jou boy. Geen gewoon weerbericht, u merkt het misschien al, maar dat is ook de stijl van onze livestreams. We gaan het heel, heel eenvoudig gaan vertellen aan jullie wat er op komst is, waar we nu zitten met het onweer. Dus the place to be vanavond. P.
Peter, dankjewel. Ook voor het steuntje via de website. En Sven uit Gent, die schrijft, laat het maar knetteren vandaag. Wel, Sven, de sneeuw die heb ik je niet kunnen geven. Helaas, in de winter. Misschien wel wat onweer. Isabel, gedeeld op Facebook. Isabel, super bedankt. Dankjewel. En zo gaan we heel snel opnieuw naar 300 mensen live. Ik moet het bijna gaan upgraden. 200 was het eerst. Nu gaan we al naar 200 plus straks. Dag Frank, Sabine. We geven iedereen ook de tijd om wat reacties in de chat los te laten. Laat even weten, mensen. Zien jullie wat onweer zitten vanavond? Tim, super bedankt. Alex, is er zwaar onweer op komst naar Limburg? Tim, en de persoon die de vraag stelt, dat ga je vanavond hier. Ga ik dat met heel veel plezier toelichten. Let's get spicy. Dave Verkouteren, het zal wel zijn. Samantha, ik vraag me af of het in Utrecht gaat onweer vannacht. Samantha, je zit hier op de eerste rij, de beste rij. 200 mensen live, applaus voor iedereen. Ongelooflijk, en 80 blauwe duimpjes op deze stream. Boys and girls. Goed, dus nu is het moment, ken je mensen die onweer graag zien komen, dan zitten ze in deze livestream op de juiste plaats. Of misschien zelfs mensen die absoluut geen onweer willen. Dan gaan we hier de laatste stand van zaken geven. Hey Shannon, alles goed? Welkom. Isabel de Baats. Jonge, jonge, jonge. Het treintje zegt met z'n allen in de chat. Tuut, tuut. Holy pepperonis. 200 kijkers. Hey, Autism Animations, welkom. Heel veel nieuwe mensen trouwens die gaan binnenkomen als je deze livestream voor het eerst bekijkt. Er is een abonneerknop op dit YouTube-kanaal. Nou, we gaan naar 12.000 in no time. En dan kom je ook live in beeld met je naam. Hey Glenn, welkom. Ik ben papa geworden, dus ik had iets minder tijd. Glenn, een supergrote proficiat man. Bert Willemsen. Die valt op in de chat. En die ziet het wel zitten. Bert, hey. Top van. Hey, 64, City Kanaal, alles goed. 250 boys and girls. Oh yes, and that on a Friday evening. Hopsakee. Sabine, ik heb het zitten. Zolang het maar niet te veel schade brengt en mijn serre niet wegwaait. Sabine, wel, je zit hier goed. We gaan jou proberen gerust te stellen. 200 mensen aan het kijken. Ja, dit gaat alleen maar stijgen. Een aantal van jullie hebben het al gedeeld op Twitter, op Facebook. Dus daar gaan er zeker ook wel mensen komen. Top. Hey Sam. Alles goed, jongen? Let me know in de chat. We gaan een kleine wedstrijd doen straks. Oké, boys en girls. De counter die staat op 0. U weet wat dat betekent. Time for a showtime. Goedenavond iedereen. Welkom op een gloednieuwe livestream van Noodweer Benelux. Normaal is woensdagavond, zaterdagavond, de vaste stack voor livestreams van dit YouTube-kanaal. Weer updates, u weet het ondertussen. Eerst en vooral wil ik even de tijd nemen om alle mensen die al een superchat gedropt hebben, nu hier op YouTube, dat zijn die kleurtjes, om die mensen van harte te bedanken. Ik vond het heel belangrijk om met de laatste stand van zaken op satellietbeelden, radarbeelden live te gaan. Het is een nieuw format eigenlijk. We gaan eigenlijk het onweer live samen met jullie eigenlijk gaan bekijken. Ja, we gaan er ook een analyse op loslaten, mijn analyse, en we gaan samen tot consensus proberen te komen van waar gaat dat hier vanavond eindigen. Jeroen de Klerk, ook aan jou, shout-out en het treintje, it's keep going. Goed. Robert, Nicolas een beetje bijgekomen van vorige stream. Robert, eerlijk gezegd, nee. Vorige livestream, mensen, heb je die gemist van woensdag? Historische livestream op ons YouTube-kanaal. Check het zeker uit. Die ging helemaal on fire. Marianneke, heb je
een nieuwe micro. Nee, ik heb geen nieuwe micro. Ik hoop wel dat je mij heel goed begrijpt. Laat het even weten in de chat. En we gaan eerst deze livestream even van gang trappen door een kleine poll. Wie kijkt er uit Nederland naar deze livestreams? Wie kijkt er uit België? Drop even je locatie met België, Nederland erbij en dan gaan we zien. Welkom in het team van Noodweer Benelux Kraterkop. Die man is zo net geabonneerd, of vrouw. Welkom op ons YouTube-kanaal. 250 kijkers en het gaat als een trein. Goed, iedereen die nieuw is, ik herhaal normaal woensdagavond, zaterdagavond zijn het de livestreams. Nu is er een onweersituatie, dus we gaan helemaal iets nieuws doen. We gaan het onweer live gaan volgen met mijn analyse erop losgelaten. En ja, check die chat gaan. En als de community zin heeft in een livestream. YouTube kan de reacties niet tellen. Hey Rick, welkom Ernesto. Onze website mensen vandaag, het was ongelooflijk. Een zondvloed, om in het thema te blijven, van jullie. Heel veel bezoekers vandaag op onze site, in onze onweersartikelen, in onze bliksemradar. Ik wil daar echt ook iedereen voor bedanken voor die support naar onze site. Jeffrey die zegt, thanks for a team. Jeffrey, no problem. Welkom en super bedankt voor de steun. 260 kijkers. We gaan starten. Hoppa, onze bliksemradar. U gaat zeggen, ja Nicolas, live. Kan je die niet openen? Op dit moment gaan we dat niet proberen, want die YouTube-toestand die durft wel even haperen dan als we die live bliksemradar hebben openstaan. Ik ga jullie straks tonen waar je die kan vinden. Maar dit is eigenlijk ongeveer de laatste stand van zaken. En wat zien we hierop? Hoppa jongens, live analyse. I love it. Goed, we zien een omvangrijk complex, heten we dat, aan onweersbuien. En als ik daar een pijltje op ga tekenen, dan is dit ongeveer de richting waar dat onweer naartoe trekt. Centraal België, oosten van België, dus ja, Waals, Vlaams, Brabant, Luik, Limburg, Antwerpen, die zitten allemaal op de front row, de eerste rij van flink wat regen. En als dit zo blijft doorgaan, ook flink wat onweer. Tina, Matthijs, super dat je geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal. Ik zie het zo net binnenkomen hier, net zoals alle anderen. Dus ja, dat is hier eigenlijk het systeem waar het om draait. U heeft misschien ook gezien, op onze Facebook-Twitter-pagina hebben we bewust gekozen voor een upgrade. De level 1 van gisteren over België, die hebben we vandaag vanavond in teamoverleg beslist om te upgraden naar een level 2. En uiteraard, bij Noodweer Benelux heb je drie levels, 1, 2 en 3. En level 2 is eigenlijk vooral actief in functie van kans op windstoten en ook hagel. Want we hebben op dit moment ook meldingen ter beschikking. In Luxemburg, daar zijn hagelstenen al gevallen van 1 tot 3 centimeter. En dat zijn toch wel behoorlijk grote steentjes. Eva Verniers, welkom in de livestream, Eva. Hey Jeffrey, een extra stream. Het lijkt wel winter. Ja, goed. Welkom, Pas Chris. Die zegt, ik ben er ook bij. Very cool. Iedereen die nieuw is, u ziet het op onze bliksemradar, zit op dit moment in Zuidoost Benelux. Een onweerscluster, een mogelijke MCS. Het is nog iets te vroeg om te spreken van een MCS, een multi-convective system. Meerdere onweersbuien in één gesloten regio, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is een pittig ding. Meer dan 1500 ontladingen, makkelijk, in het laatste uur. En het neemt in activiteit toe. Monique, goedenavond. Iedereen uit Zierikzee. FIFA, gaat het ook onweren in Roosendaal? Wel, het is altijd zo, FIFA, ik ga geen privé weersverwachting kunnen geven voor een heel lokale gemeente of stad, want onweer die kiest haar eigen pad.
Nice rhyme, oké. Okay. Leuk rijmpje. Ik hoop dat je dat begrijpt, FIFA. We kunnen eigenlijk de grootschalige setup nu gaan volgen. Hans, holy pepperonis. You put the chat on fire. 50 euro support, guys. Ongelooflijk hartjes. Iedereen die kijkt in de chat voor Hans de man. Goed, dus FIFA, lokaal gaan we dat niet kunnen meegeven. Dat is moeilijk, maar we gaan jullie wel helpen. We gaan een aantal weermodellen vanavond analyseren. Dit is misschien een uurstream, anderhalf uurstream. Goed, ik heb geen tijdstip om te stoppen met de livestream, dus we gaan gewoon lekker losgaan vanavond. Dus ja, dat gaat aan de orde zijn. Nu, voor morgen, zaterdag, is er ook kans op onweer. Dus als de gebieden het vandaag niet tot onweer zien komen, wel dan groeien die kansen op onweer zaterdag. Maartje, de rechter deel van de onweersbui lijkt naar Duitsland te trekken. We zullen zien. Hey, Siep, die zegt wat Hans kan, kan ik ook. Siep, welkom in de livestream. Hoppa jongens, Freya, dankjewel voor de hartjes. FIFA, tenminste iets om naar te kijken. FIFA, het zal wel zijn. Johan Kazier, heb je iets gemist? Op zich nog niet. We zijn er nog niet zo lang bij. Een kwartiertje ongeveer, 20 minuten. Op dit moment zien we de zon weer. Zuidoost, België trekt naar het noorden. Trekt dus naar het centrum van België. Trekt ook een beetje over het oosten van België. En gaat dan zo het zuiden van Nederland induiken. Hey Nikki. Dat is een fanatieke onweerliefhebber. Alsof we dat niet weten, Nikki. Je bent een topfan van ons. Goed, als we dit even bekijken, dat is onze radar. Die staat momenteel nog niet publiekelijk live. We hebben 320 kijkers. Goedenavond iedereen. Het is alweer een crazy house geweest. Kijk maar even hier in de chat. En we gaan vanavond live die kaarten bekijken, analyseren, jullie vragen beantwoorden. Ja. En ik vermoed dat er bij onweersituaties wel vragen zijn. Nu, net voor de livestream hebben we even die radar geanalyseerd. Dus ik ga die even laten spelen. U ziet regen, ook hier in de buurt van Eindhoven, iets voor 6 uur vanavond. Forse cel daar. Dus de atmosfeer, mensen, die is, zoals we dat heten in de meteorologie, zwanger van onstabiliteit. Een heel rare woordspeling. Maar er is behoorlijk wat cape, wind shear. Ik zie ook mensen die reageren in de chat. Ja, het westen zal ernaast vangen, West-Vlaanderen. Wel, dat is niet gezegd, want onweer heeft veel meer nodig dan enkel cape. Onstabiliteit, het kan ook gaan leven op windschering. En waar is die windschering net heel goed? Over het westen. Sandy... Misschien een klein probleempje, even refresh doen van de livestream. Ik denk dat er geen andere mensen zijn die problemen hebben. Laat even weten in de chat. Loopt alles goed? Zien jullie mij prima? Wesley den Douw. Holy molies. Mijn eerste donatie ooit en hij is voor noodweer Benelux. Vuistje Wesley. Ongelooflijk. Brian, welkom jongen. Om te abonneren op ons YouTube-kanaal. Jij ook. Super bedankt. Dus als je nieuw bent, voor de eerste keer hier op ons YouTube-kanaal, dit gaat over wetenschap, onweer, sneeuw, storm. En je kan hier uiteraard op abonneren. Dankjewel, Maaskoen. Goed, laten we even die radar doorlopen. Dat wil je uiteraard zien. Kijk eens. De radar die loopt richting 7:55. En check it out. Onze radar die had... iets voor 7 uur al 3 pittige cellen gedetecteerd. 3 pittige cellen ten zuiden van Luxemburg. Ja, daar zit ook hagel in. Zie die witte kleur, hagel. Dan, dankjewel, Gerben, de stream is goed. Daniel, is dit een extra live? Daniel, uiteraard, ik ben het eigenlijk verplicht om een extra live te doen als er onweer en toch wel pittig onweer op komst is. Dus bij deze, ik wou graag iedereen de laatste stand van zaken geven. Yes, dus dat was iets voor 7. En hou dit clustertje hier in de gaten. We gaan eventjes doorgaan. Hoppa jongens. Kijk eens aan. Jamila, welkom.
Super dat je kijkt en ook hartjes in de chat voor Jamila. Jonas, de YouTuber, die zegt yo, shout out boy. Kijk eens hier. Goh. 7:15, dus dat is ja, een uurtje geleden, had deze onweerscel ten zuiden van Luxemburg, we hebben daar rapporteringen binnen momenteel, ja, 1 tot 3 centimeter hagel is daar gevallen na 7 uur. Kijk eens hier, een forse lijn. Hoppa, en we gaan die meteen in het paars zetten. Zo, een forse lijn. Dennis, super bedankt man voor de steun via Super Chat man. Het is alweer een treintje zoals het zeldzaam is de laatste weken. Dus wat zien we? Die zone die gaat eigenlijk, die paarse lijnen gaan volgen. Dus het onweer ten zuiden van Luxemburg, ja, dat gaat dus naar het noorden opschuiven en dat gaat mogelijk ook aangroeien aan de oostkant. We zien het heel vaak bij onweer, dat onweer aangroeit in de warme sector. Voor de mensen die dat een beetje Chinees vinden, ik kan dat perfect begrijpen als je voor de eerste keer kijkt naar deze livestream. In de warme sector, laten we dat even tonen, waar dat ligt. Dat is klassiekwijs eigenlijk deze sector, dus het westen van Duitsland. Het noordoosten van Frankrijk vertoeft vaak in de warme lucht en dan zien we klassiek dat onweer gaat aangroeien aan die oostelijke kant. Dus eigenlijk zo Duitsland gaat intrekken. Nu voor vanavond is dat zeer de vraag. Ik zie trouwens dat we niet alleen Jelmer hebben vanavond als moderator, maar ook Lander. Super bedankt. En ja, als mensen vragen om een hype te droppen, wie ben ik dan om die niet te begeleiden? Hype in de chat, boys and girls. 330 live en Lander zegt, het gaat hard. Tina, super bedankt voor de 3 euro. Super chat. You rock, girl. Het is weer ongelooflijk. Noodweer bij een luxe tijd op een vrijdagavond. Als we dan verder gaan, want u ziet dat er nog een aantal timings verscholen zitten. Dus we gaan eventjes verder door. En Dennis die zegt ondertussen, laat het onweer maar komen. Dennis, onweerliefhebber zeker. Yes. Kijk eens hier. De gestructureerde lijn boven Luxemburg die gaat een stukje kapot. Dan denkt u, oké, ja, het onweer zwakt af. Misschien is dat voor Luxemburg inderdaad het geval, maar kijk eens wat er hier gebeurt. Eigenlijk meer naar de provincies Namen, ook meer richting de provincie Luik, zien we verschillende nieuwe onweercellen ontstaan. Dus ik kan dat eigenlijk gemakkelijk markeren door 1... 2 en nummertje 3. Hop. En dit zou, en ik zeg er wel bij, zou kunnen evolueren naar een MCS. En MCS is de afkorting voor een multi-convective system. In het Nederlands betekent dat eigenlijk een multi-onweersbui met meerdere onweersbuien in één. En dan zie ik behoorlijk spicy nieuws in de chat. Holy pepperonis. Jelmer die meldt, er is aangroei richting Noordwest. Noordwest zou betekenen dat ook het centrum van België en eventueel het westen ook met onweer te maken gaan krijgen. Dus Bart Kapoen die zegt nu in de chat, West-Vlaanderen zit safe. Wel, Bart, bij deze. Gaan we de 400 live halen? Het is ongelooflijk. 400? Geen idee. Ik heb totaal geen idee hoeveel er kijken. Lucien Fransens, je doet het supergoed. Doe zo verder. Lucien, super bedankt voor het leuke complimentje. Het is heel graag gedaan, zeker en vast. Want ja, onze vaste momenten voor livestreams, dat zijn woensdagavond en zaterdagavond om 8 uur. Nu voor vandaag gaan we er eentje bovenop doen. Yes. Goed, als we dan zien richting nog 5 minuten verder, ja, dan ziet u eigenlijk, als we dat zouden terugspoelen, dat heel deze klonter aan buien met ook onweer, dat die inderdaad opschuift naar Zeeland. Dankjewel iedereen voor de update. 350 kijkers. Jongen, jongen. Dankjewel iedereen om het te delen op Facebook, Twitter, want het is uiteraard wel belangrijk. Mensen die getroffen zijn door wateroverlast, hagel, windschade, wel, dan denk ik dat
die mensen wel dit soort informatie kunnen gebruiken. Press F. Is er kans op onweer? Regio Eindhoven. Zeker en vast. Ja, onze level 2 bij Noodweer Benelux, die zit ook over Eindhoven. Freya, zoals het een echte fan betaamt, zegt ze, er mag nog een blauw duimpje bij. Super bedankt, Freya. Sven, Noodweer Benelux is een superteam. Sven, wij niet alleen. Jullie allemaal. 350 bazen, hier, vanavond. Goed, we gaan het even bekijken. We gaan even flashback doen, zodat we zien hoe dat systeem opschuift. Goed, dus dit was om 6 uur. Dus in principe, voor onweer te krijgen in het centrum van Bagen en dan straks ook in het zuiden van Nederland, zou je deze progressie moeten zien. Jan, VDV, holy moly, blij met het onweer, hopelijk wel zonder schade voor iedereen. Jan, VDV, je dropt daar een superchat aan van 17 euro. Jongen. Lander, super bedankt voor de update. Hevig onweeropkomst, zegt Lander. Prikpunt lijkt het oosten en het centrum van Bagen te zijn en het zuiden van Nederland. Wel, Lander, dan denk ik dat we onze waarschuwingskaart eigenlijk ja, bijna ideaal hebben gelegd voor de regio. We gaan die straks bekijken. Laten we even zien. Goed, deze doorspoelen. Hoppakee, kijkt u maar mee, mensen. Dan ziet u hoe het systeem opschuift. Het komt daar richting Luxemburg. Yes. En wat ziet u? Jongen. Heel deze handel schuift op richting noordwest. Dus effectief richting het centrum, richting het oosten van Bagen, waar mogelijk vanavond ja, pittige kleppers gaan tot ontwikkeling komen ook. Mogelijk haal, we zien parameters gaan naar 1, 2 centimeter bij goed ontwikkelde onweersbuien. Windstoten binnen Arome, het Frans weermodel 80 km per uur in deze sector. Dus dan begrijpt u waarom we 1 vanavond live gaan, om dat uiteraard te vertellen. En 2, waarom we onze waarschuwingskaart hebben geüpdate naar een level 2. Goed. Jongen. Brian Jongsma, super interessant. Ik leer hier echt veel van. Brian, ik ben super tevreden met die comment. Dat is het doel van een livestream hier op YouTube. Het is sowieso al uitzonderlijk. 350 mensen live vanavond. En Press F, die gaat er nog 2 euro bovenop knallen. Press F, super bedankt voor de superchat. Mensen die niet weten wat dat is, dat zijn steungiften voor creators op YouTube. Ja. En, belangrijk bijmelden, geheel vrijblijvend. Dus als u zegt, oké, is wel de moeite waard, dan kan u daar zelf voor kiezen. Ongelooflijk. Goed, laten we even zien wat de actuele satellietbeelden tonen. Zo, laten we hier even op parkeren. Kunnen we inzoomen op dit satellietbeeld, Nicolas? Yes, dat kunnen we. Hoppakee. En u ziet het al. De pannenkoek wordt geboren, zo heet dat dan. Hey, Ingrid Kotteny, welkom in de livestream, Ingrid. Dus dit is al behoorlijk crazy geweest. Goed. Hey. Seth Klaas, die zegt, ik heb een vraagje. Seth, drop gerust in de chat, jongen. Ik probeer zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus dit is een satellietbeeld, mensen. Uiteraard, die hangt hier ergens bovenaan en die bekijkt de wolken vanaf boven naar beneden. En om 6 uur, wat is dit de situatie? Dan schuift dat op en wat valt hier op? We gaan hem eventjes stilzetten. Hopsakee. In het rood. Het mini-complex, zoals dat dan heet. Je kan het bijna niet mini noemen, maar het is in ontwikkeling, laten we het zo zeggen. Boven het noorden van Frankrijk. En u moet even kijken als we dat doorspoelen. Hey Amor, wat nu Nicolas? Iets spannends. Amor, helemaal onweerskansen. Ja. Dus kijk eens, als we dat doorspoelen, die 1 gaat uiteraard weg. En het gaat eigenlijk vol over het centrum en het oosten van België liggen. Dan zien we ook het zuiden van Nederland eigenlijk perfect in die richting liggen, die aanvoerrichting van een mogelijke onweerslijn. En als dit zo uitkomt,
kunnen toch meerdere regio's onweer zien. Reuven-Kampi, ik ken je niet persoonlijk. Het is ook de eerste keer dat je een superchat dropt en hij schrijft of zij schrijft. Fijn om je weer te zien. Ja, wat kan ik daar tegen zeggen? Hartjes in de chat, 22 euro support op dit YouTube-kanaal. Wow, tjonge jonge. Crazy, wat een stream again. Goed, de satellietbeeld, behoorlijk duidelijk. Vanuit Frankrijk komt er eigenlijk op deze occlusie, zo heet dat, een front, komen eigenlijk constant buien tot ontwikkeling. En bepaalde weermodellen die zijn heel pittig voor vanavond, vannacht. Hè. Ik woon hier zelf op een dakappartement en als het fors regent, wel, dan hoef ik eigenlijk heel de nacht niet te slapen. Goed. Hey Bas, super bedankt voor de melding. 24 graden en zwoel in zijn regio. Top. Louis, krijgt de regio Utrecht ook iets? We zullen zien. Eerst en vooral, voor zo een verwachting te maken qua onweer, is het ook belangrijk dat je eerst even afcheckt wat zegt Noodweer Benelux voor een bepaalde regio. En daar hebben we uiteraard onze welbekende waarschuwingskaart van op Twitter. Ook op Facebook kan u die vinden. En wat hebben we vanavond als team beslist? Om eigenlijk een groot deel van België, het zuiden van Nederland, in een level 1 te leggen. Kans op regen, lokaal ook onweer. Maar het is vooral die level 2. Daar ja, zitten op dit moment in deze regio, in de Ardennen, zitten nu al buien. Daar zit ook al onweer op, daar zit lokaal ook hagel op. Daar hebben we eerder vanmiddag ook een plankenwolk gespot. Niet in de Ardennen, maar wel in Nederland. Maar goed, het kan ook nu in de Ardennen zo zijn. En zo'n wolk, mensen, dat is echt indrukwekkend. Mensen uit Kortrijk, super. Mensen uit Wijnegem, nabij Antwerpen. Iris, super dat je kijkt. Iris, alles goed? Even kijken wat er zo allemaal gebeurt op ons Instagram-kanaal. Momenteel zien we trouwens dat de regen ook Brussel bereikt heeft. Gunter Neuntjes, die zegt 3 euro voor een onweer, straks is een koopje. Gunter, super bedankt voor de support. Schitterend, jongen. Ja, en ik kan eigenlijk vrij duidelijk zijn. De showtime echt ligt nu op deze regio. We gaan die even markeren. Dit is de regio die mij momenteel op vlak van radar interesseert. Stefan, dankzij jullie hebben we een voorspelling die we ook kunnen begrijpen. Groetjes uit Hulst, Zeeland. Stefan, het is zeer graag gedaan. Het is mijn passie, het is mijn doel om jullie beter met het weer kennis te laten maken en niet het standaard weerbericht dat u wel kent vanuit de krant of allerlei andere mediaconsorten. Want ja, dan zijn heel veel mensen bij zeker onweer, sneeuw en storm teleurgesteld van ja, er staat dat er onweeropkomst is en eigenlijk ja, moet u dan vaststellen, het heeft eigenlijk bij u op uw locatie 1 of 2 druppels geregend. En dan bent u terecht teleurgesteld. Dus goed, bij deze livestream, totaal ander concept, gaan we het gewoon live opvolgen. Oh yeah. Dankjewel, Sandra. In Lede, Oost-Vlaanderen, en dat ligt hier ongeveer, mensen, Oost-Vlaanderen, daar is het hevig beginnen regenen. Wel, Sandra, ik kan u wel melden, het is in die regio momenteel niet tot onweer aan het komen. Het is vooral hevige regen. Ik vermoed dat eigenlijk ja, onze level 1-2-kaart, jammer genoeg, de realiteit gaat worden voor de regio's. We zien hier voor het westen net te koele lucht. In het centrum-oosten iets warmer. Het centrum gaat er waarschijnlijk net naast gaan grijpen. En het oosten ja, die ligt momenteel in de focus van heavy onweer. Jordi, een plankwolk, dat is een shelf cloud. Dat was een moeilijk woord. Klopt helemaal. Yes. Goed, Jordi. I love it. Dus dit is op dit moment de waarschuwing die we hebben uitstaan. En wat gaat er gebeuren waar het onweer nu zit, het kruisje, daar gaat het eigenlijk rustig, als we dat zo kunnen noemen, evacueren richting het zuiden van Nederland. Amor, die zegt steken, hè, die zit precies op 2 stoelen tegelijk. Ja, als weersinstantie is het zo dat wij als Noodweer Benelux ja, moeilijk alle regio's tot in het minutieuze kunnen meegeven. En holy molies, het zit hier donker. Jongen, jongen, jongen.
Maar ik zie sowieso al dat West-Vlaanderen ernaast gaat grijpen. Dus level 1 zit momenteel perfect on track. Centrum Oosten, ja, daar is op dit moment flink wat onweer tot ontwikkeling. U kan dat zien op onze bliksemradar. Als u niet weet waar u dat kan vinden, geef mij 1 minuut. Voilà. De bliksemradar die staat op onze website hier. Ja, en daar kan u eigenlijk live gaan volgen wat er naar uw regio komt. En ik kan u alleen aanraden om dat te laten openstaan. Er is ook een optie tot clusterfunctie. Als u die cluster activeert op de map, gaat u zien hoe fors het onweer is. Quana, er was toch aangroei naar het westen? Ja, Quana, ik heb het eventjes herbekeken en ik zie die aangroei eigenlijk moeilijk naar West-Vlaanderen. Het groeit aan naar het westen, maar niet tot West-Vlaanderen. Mijn grote spijt. Liander, Roeselare, niets momenteel. Liander, klopt. Voorlopig lijkt het daar vrij wisselend bewolkt te blijven. Maar laten we even de weermodellen bekijken, want eigenlijk heb ik nu nog niet de tijd kunnen nemen om die weermodellen te checken. Goed, waar beginnen we met het weermodel? Dat is hier, zo zie. Stan, dankjewel man voor je 1 euro. Super chat. Thanks. Goed, dit is een weermodel mensen. Geen idee hoeveel er kijken, misschien een kleine update. Ben ik altijd wel benieuwd naar. Hey Kylie, hoeveel graden wordt het morgen? Kylie, komt ook aan bod in deze livestream. Check it out. Goed. We gaan ons eerst focussen op het onweer voor vanavond, om het voor iedereen helder te houden. We gaan België eventjes erbij nemen. De onweercellen om 8 uur, kijk eens aan, het weermodel zit zo spot on als het maar kan. Echt applaus voor het weermodel. Het enige issue is dat hij dit complex mist. Dus deze celstructuur op de radar zien we niet. Wat zien we wel? We zien heel deze level 2 structuur over het oosten. Dankjewel voor de update, 350 kijkers. Super jongens. Goed. Gijs uit Aarschot ook. Aha, de mensen vinden elkaar. Toppie. Dus nummertje 1 gemist. Nummertje 2 zit on track en eigenlijk zitten we hier ook met de regen. Dus Arom, het Frans weermodel, die heeft eigenlijk dit niet mee. Dus die aangroei naar het westen, in dit weermodel minder actief present. We zullen even zien wat er gebeurt richting middernacht. Mensen die houden van een goede nachtrust, let me know. Want als je in deze regio woont, volgens mij hier, we gaan eventjes een marker zetten. Zo, ten oosten van de rode lijn, dus pal in onze level 2 waarschuwing, dan denk ik dat er van slapen vanavond niet zoveel gaat in huis komen. We zullen zien. Bent u daar klaar voor? Doe maar even een hype in de chat, alle 350 kijkers. Valt in principe nog mee bij een onweerslivestream. Ik dacht dat we easy naar 1000 gingen gaan. Maar wie weet, gaat dat nog? We gaan zien. 8 uur, dit is het beeld. Kijk eens aan, 9 uur. Die onweerstructuur schuift op naar noord, noordwest zelfs. Dan, oh la 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 la, Arom. 10 uur vanavond. Ongelooflijk. Hier zien we dat die lijn vertrekt. Michel, hey Michel, alles goed? Voor West-Vlaanderen, Michel, zal het wellicht een no-go zijn qua onweer. Ik vermoed dat het voor de regio van Waregem gaat beperkt blijven. Ja, tot wat dreiging, een schamschot. Hey. Maar de weermodellen die laten het westen eigenlijk een beetje buitenschot. En Michel die zegt, ik tel voor 700 man in de live. Oh yes. Schitterend. Schitterend, die man. Glen, zeer donkere lucht te Lokeren. Ja, Glen, in Lokeren, daar ga je beter zitten voor onweer. Hier zitten we echt op de rand. Ik kan eventueel straks op Instagram even live gaan. Als je ons nog niet volgt op Instagram, check it out. Noodweer Benelux, dat is ons channel. Goed. Damien, ik ben een beetje laat. Damien, geen probleem. Super dat je erbij bent. Je hebt behoorlijk al veel gemist. Redelijk spicy stream, maar kijk dit eens, jongens.
De jackpot hier voor Noordoost-België en het zuidoosten van Nederland. Arom, het Frans weermodel, die gaat daar toch wel een flinke onweerscluster berekenen. Tjonge. Nino, zou Oost-Vlaanderen veel regen krijgen? Wel, Nino, ik moet het antwoord eigenlijk wat schuldig blijven. Zo straks kijken, nog eens op de radar, maar op dit moment het laatste beeld was voor West- en Oost-Vlaanderen eigenlijk niet echt gunstig voor zwaar onweer. En misschien is dat ook maar goed zo. Maar binnen Arom ligt de focus sowieso op Antwerpen, Limburg, hier ook Zuidoost-Nederland. Jules, sneakers. Hoi, ik ben nieuw. Hey Jules, welkom op dit weerchannel. Ik zou zeggen, als je nieuw bent, abonneer even op dit YouTube-kanaal, man. Yes, we gaan naar 12.000 abonnees. 12.000 mensen, nu hoort het goed, die al op dit YouTube-kanaal, dat is helemaal gratis ook, geabonneerd zijn en u krijgt dan ook een melding. U mist dan meestal niks. Esperanza, voor die keer dat mijn buurman zijn gras afdoet, begint het net goed te regenen. Oeps. Hey, welkom Angelo. De Zaron, die is spicy voor Oost-België en Zuidoost-Nederland. Vanavond, vannacht en ja, mogelijk ook, als het zo verder opschuift naar het noorden, morgen vroeg. Hey, Shredded, Shireen, welkom. Embedded Force. Fijn dat je er ook bij bent. Top. Goed, dit was Arom. Laten we even kijken naar een ander weermodel. We hebben nog zo eentje, Harmony. En dat is een weermodel, mensen. Alle Nederlanders in deze livestream, applausje. Want dit is jullie weermodel. Jawel. Gemaakt door het KNMI in Nederland. En presteert behoorlijk goed. Onweer in boom, vraagt iemand. Zet Klaas. We gaan het zien aan dit weermodel. Of dat er hier ook in de regio van Boom, bekend van Tomorrowland, of dat daar ook wat op komst is. Volgt u even mee. De actuele timing is 9 uur bijna. Het gaat als een trein, Nicolas. Zo, 8 uur. U ziet, dit weermodel mist de hele cluster boven oosten van België. Dit is vrij crazy, eerlijk gezegd. Want op dit moment zit er in deze regio onweer en regen. En het KNMI-weermodel, mijn excuses, misschien had ik mijn woorden moeten terugpakken, voor alle Nederlanders, die moeten trots zijn, maar dit weermodel mist die hele setting daar. Wellicht is het een timing issue in het weermodel. En wellicht komt het er nog aan. Dus we gaan even zien. Misschien is hij wat later. Jeffrey Hoekman, is de trein nu stilgevallen? Jeffrey, dankjewel voor je 2 euro superchat. Geen idee. Laten we het treintje misschien met rust laten, want ja, het was behoorlijk spicy woensdag. Goed. En ja, hier ziet u het dus. Harmony. Die zit nog aan de borrel of aan de non-alcoholische drank. En in tegenstelling tot het Frans weermodel, die wel spot-on zit met timing, met locatie van onweersbuien, zit dit weermodel 2 uur te laat. Goed, borrelhapjes bij de hand. Cocktail. Ik vermoed dat Harmony er een beetje te veel van op heeft. Waar zal het minder zijn, Arne, in het westen van België? Maar Harmony, let's see. Het is iets later. We gaan even kijken. Hoppa, 11 uur vanavond, 12 uur vanavond. Hoppa, the show is going to start. Kijk eens hier, middernacht. De nacht van vrijdag op zaterdag. Komt het Nederlands weermodel. Oké, te laat. Maar wel met een fors neerslagsignaal, nu ook richting het centrum van België. Hey Dominique, alles goed? Let me know. Kijk eens hier, 1 uur vannacht. Nicolas, dat wordt niet slapen. Freya, holy pepperonis. Laat het treintje maar bollen. Tja.
Dankjewel Freya voor je support naar dit YouTube-kanaal. Ongelooflijk. Hier, Harmonie. Kijk eens aan. Die zegt, we gaan het niet alleen doen voor het centrum en het oosten, die zware onweersbuien of regenbuien, want er hoeft niet altijd onweer op te zitten bij deze buien, maar er zit nu wel onweer op, dus die kans is groot dat het ook zo gaat zijn. Maar die zegt na middernacht, ja, we gaan ook het westen de kans geven op buien. Dus dat wordt wakker worden als dit scenario uitkomt. We gaan straks even kijken in detail. 12 uur en dan gaan we even de Picasso bovenhalen, de HOM. Yes. En dan trekt het zo de Noordzee op. We zien hier dat het zuiden van Nederland, in tegenstelling tot het eerder weermodel Arom, dat die zegt, ja, voor het zuiden van Nederland gaan we die actieve buien misschien nog even achterwege laten. En het is hier vooral in dit weermodel België die gaat lopen met onweerskansen. Nu, ik moet het zeer zien, want dit weermodel die, heeft op dit moment deze cluster al niet te pakken, dus het zou eigenlijk niet echt slim zijn om dit misschien nu te gaan gebruiken als leidraad. Ja, de meeste mensen die beginnen hier ook te melden, wat een flits in Brussel en harde donder. Boys and girls, the show has begun. Boven het centrum en het oosten van België. Als je weermeldingen hebt, drop ze in de chat. Als je mensen kent op social media, Twitter, Facebook, Instagram, deel deze livestream even, want het is toch echt ook wel belangrijk. Disaster, veel windschering. Klopt helemaal, disaster. Heb je heel goed geanalyseerd. Top. Yes, iemand zegt, als ik een radar 24 uur vooruit spoel, dan ziet het er voor mijn regio heel erg uit. Daar kan ik met heel veel overtuiging over zeggen. Een radar vooruitspoelen, zeker bij onweersbuien of sneeuwbuien, is echt not done. Nee. Dus doe dat mensen alsjeblieft niet. Dat is een zeer, hoe zou ik het verwoorden, onbetrouwbare tool eigenlijk, want onweersbuien die laten zich niet voorspellen op de locatie en zeker niet 24 uur vooruit. Dus bij deze. Hoppa, disaster, dankjewel voor de update. Blankenbergen meldt zonnig. We moeten allen naar het zeetje blijkbaar. Goed, leg maar die bus klaar. Goed, dan gaan we er nog eentje bij nemen. Laat ons even zeggen, even de radar erbij nemen. Zo. Yes, goed. En zoomen op die handel. Dan ziet u, ja, wat u ziet. Oh oh. En kijk op die radar hier. Goed, ik moet die even checken op onze radar. Let me see. Dat zou wel eens de moeite kunnen zijn. We gaan naar die timing. Er moet hier een forse bui tot ontwikkeling komen. Daar is hij. Daar is hij. Oh, la 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 la. Ten noordoosten van Eindhoven. Jonathan, tuut tuut, daar is het treintje terug. Omdat ik woensdag niet in de crazy livestream was. Jonathan, super. Het is, Jonathan, voor jou vanavond tijd om met uw noodweer Benelux t-shirt te gaan rondlopen in de straten. Ja, er is onweer in de house. Hartjes in de chat voor die man. Hier, kijk eens aan. Wat een actief celletje. Ten noordoosten van Eindhoven. Dus Eindhoven ligt hier. Bam. En heeft ook een soort van V-shape, een V-structuur, wat hier ook kan zorgen dat er een mooie structuur op zit op de onweersbui, een mogelijke wallcloud aan de onderkant van die cel. En dat is zo'n heel brede uitzakking. Je zou bijna denken dat het een tornado gaat worden, maar dat is het niet. Maar heel spectaculair, dat zeker en vast. Goed. We gaan eventjes verder kijken, want die cel oogt mij echt actief tot 240 uur. Kijk eens hier. Er zal ook onweer opkomen, no doubt. Geen twijfel mogelijk. En dan ja, kijk eens hier. Wie loopt er met de jackpot weg?
Hans, ik zocht de link om ook een Noodweer Benelux t-shirt te kopen. Hans, stuur als je interesse hebt, Hans, in een Noodweer Benelux t-shirt een mailtje naar shop@noodweer.be. Dat is ons e-mailadres. Ik zal het ook even in de chat zetten. En bij deze ben je Noodweer Benelux proof. Yes. Wel behoorlijk cool als je zo in de supermarkt loopt. I can tell you. Arne, een weersinstantie zegt dat het niet zo hevig zal worden. We zullen zien. Deze buien die trekken vrij traag van zuid naar noord. Dus niet alleen het probleem van onweer is hier gaande, maar ook het probleem dat als meerdere onweersbuien over die regio trekken, dan heb je een soort van training systeem. Meerdere onweersbuien net over diezelfde gemeente kunnen zorgen voor hoge neerslaghoeveelheden. Zo. Aha, en de shop die staat inderdaad nu in de livestream. Nico Klaes die meldt mooi zonnig weer in Ieper nu. Nico, wel, ik kan u zeggen op basis van ons radarbeeld hier, dat eigenlijk ja, het westen van België, die zit prima. Daar gaat het wellicht tot een verdwaalde regendruppel blijven, wat eigenlijk een heel groot verschil is met 3 dagen geleden. 3 dagen geleden gingen alle weermodellen voor de jackpot voor het westen van België. Nu, wat zie je? Nope, vergeet het maar. Dus daarmee, mensen, zeg ik, als het over onweerskansen gaat, dan is eigenlijk de beste oefening die je kan maken, no-casting. Live gaan volgen op de radar, op onze bliksemradar en uiteraard ja, via deze livestreams. Jelmer, embedded onweer in Leuven en Brussel. Jelmer, misschien kan je in de chat even meegeven wat embedded onweer is. Dan weten heel veel mensen dat. En hebben we weer al een stukje bijgeleerd. Trouwens, ik moet ook Peter hier in de bloemetjes zetten. Want Peter van der Linden, een grote fan, die heeft zo net via deze knop, de steun ons knop, ook een kleine support gift gegeven. En u weet het, mensen, of u weet het niet, maar alle superchats hierboven, alle donaties via die knop, die gaan rechtstreeks in een grote spaarpot van de app van Noodweer Benelux voor uw mobiele telefoon. Dus als u daar ook zit op te wachten, wel weet, daar gaat het naartoe. Goed, wat zien we nog? Christophe, welkom Christophe, een nieuwe naam, blijkbaar. Christophe, als je nog niet geabonneerd bent, doe het even op ons YouTube-channel. Het weer in begin een dijk lijkt te gaan veranderen. Krijgen we van de veeg. Christophe, mijn aardrijkskunde is niet heel erg vlot. Begin een dijk. Waar ligt dat ongeveer? Give me a sign. Geef me een aanknopingspunt. Hey, welkom Sharmila. Alles goed? Dus op dit moment, ja, duidelijk waar het onweer zit. Eigenlijk in de warme sector. En u ziet eigenlijk verschillende onweersbuitjes ook ontwikkelen nu. Eentje hier, Noordoost-Eindhoven. Ook 2, 3 die ja, eigenlijk in Duitsland lijken te trekken. Elias, dankjewel voor het compliment. Hey Maarten, dankjewel voor de shout-out. Kijk op de radar in Oost-Frankrijk. Er zijn nog meer onweersbuien op komst. Dat kan zeker en vast. Dit is niet meteen de eindfase wat we nu zien. Want je ziet hier ook in Luxemburg, en daarmee dat weermodellen soms op veel locaties veel regen geven, komen er nieuwe buien. Dus het is echt wel iets om op te vallen. En hier buiten achter mij is het echt onweerachtig, ongelooflijk. Ondertussen heel veel mensen ook via ons Instagram. Het is crazy. Super bedankt voor al die mooie weerfoto's op ons Instagram. Goed, wat zijn er nog van reacties? Laten we even kijken. Voorlopig, ja, maar heb je alles gecoverd? Thank you. Top. Dan gaan we even kijken naar het weermodel. We hebben ook nog een Amerikaans weermodel. En dat is eigenlijk voor de komende dagen. Wil ik er even bij nemen. Wat moeten we verwachten? Wordt het warmer en misschien weer onweer? Laten we even zien. DJ Jean-Paul, de stream valt stil. Teken van slecht weer. Jean-Paul, ik geloof of ik hoop het niet. 400 kijkers. Het is
vrij indrukwekkend. Jullie hier vanavond, 400 man op deze livestream. Als dit doorgaat, gaan we naar 500. Welkom iedereen. Goed, GFS. Yes. Dat is wat we zien. Dit is een Amerikaans weermodel. We zullen daar ook de Benelux markeren in de rode cirkel. Zo, dan hebben we een lage drukgebied L1 boven West-Frankrijk. Die zorgt voor die onweersbuien vanavond. En die ook warme lucht stuwt op die manier naar die rode cirkel. Goed. Dan gaan we even kijken. Conclusie is inderdaad, heel goed Job Fink, dat harmonie westelijker zit dan Aroom met de onweersbuien. Maar ik ga voorlopig Aroom volgen. Ik geloof niet dat die... onweersbuien zo ver naar het westen gaan. Jonathan, kan er hagel op zitten op deze bui? Jonathan, yes, 1 tot lokaal 3 centimeter. Ja, toch wel spicy. Laten we even zien wat het gaat doen volgende week. Blijft die warme lucht in de buurt? We zitten al op zondag, dat ziet er nog allemaal goed uit. Dan volgende week maandag, dan gaat de warme lucht tijdelijk op wandel. Niet meer vanuit Afrika, zo blijkt. Maar we blijven onder hoge druk zitten. Dus volgende week, mensen, laat even weten in de chat met een simpele reactie. Tussen 20 en 25 graden. Ziet u dat zitten? Ja of nee? Hey, Danny van de Schoor. Blijven gespaard in Antwerpen Centrum? Danny, heel goede vraag. We hebben het ook al eerder toegelicht in de livestream. Centrum en oosten van België zitten momenteel op de eerste rij voor onweer. En mogelijk ook mooie wolkenformaties. Sowieso. Goed, ondertussen loopt de poll. En we gaan even zien. Check it out, jongens. Heel veel mensen. Die zien dit wel zitten. 20, 25 graden. Wel, GFS, mensen, is... van maandag tot vrijdag helemaal voor dat scenario. En dit kun je toch wel klassificeren. Kijk eens aan. Hoppa, jongens. Woe! Check it out. Richting volgend weekend, 20 juni. Tjojojoj. Iemand draait aan de thermostaat. We hebben hier een rondtollend lage drukgebied op de Atlantische Oceaan. En wat zegt GFS? Come on. Spicy stuff. We gaan het nog iets warmer maken. We zien hier een brug van high pressure over de Benelux. Wil zeggen dat eigenlijk regenzones vanuit het westen geen enkele kans maken. Nope. Niks. Richting Europa en wij in de rode cirkel, wij zitten eigenlijk in een opgaande tak van warme lucht. Heel veel meldingen die binnenkomen. Lilian die zegt steeds de beste weerinfo. Daarom volg ik al meer dan 2 jaar deze community van Noodweer Benelux. Alp, welkom in de livestream. Hoeveel blauwe duimpjes hebben we eigenlijk? Want normaal staat die knop hieronder, maar die is blijkbaar totaal los. Goed, GFS. Oh la 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 la. Die zegt zo, ja, we gaan 20-25 geven in het begin van de week, volgende week. En dan gaan we het wat laten opwarmen richting het weekend. En ik denk dat veel mensen in de horeca dit scenario echt graag zien komen. Ja. Ik denk het. Goed. Dan gaan we even zien of dat ook in de ultralange termijn blijft staan. Of die brug van hoge druk met warme lucht volgende week, zeker richting het einde, zou blijven staan. In dit weermodel. Tjojojojo. Dankjewel voor de update. We gaan naar 200 duimpjes. Kijk eens hier. GFS, het Amerikaans weermodel, die berekent consistent eigenlijk een weerpatroon die temperaturen geeft tussen 20 en 25 graden. Mensen, dat is eigenlijk vrij aangenaam zomerweer. Het kan zwoel aanvoelen, maar eigenlijk niet overdreven naar 35 plus. Ja? Dit bij GFS, waar kan ik tekenen? Waar kan ik tekenen? Jonathan die zegt ondertussen in de chat... ik zie dat ik op jullie website sta met de t-shirt van Noodweer Benelux. Ja. Dat gaan we even aan iedereen tonen. Waar Jonathan staat. Hoppa, daar staat die man.
Kijk eens aan. Volledig noodweer Benelux proof. En hartjes in de chat. We hebben zo net 200 blauwe duimpjes gehaald op deze livestream. Deze live analyse van onweer op vrijdag 12 juni. Tjonge. Goed. Zo. Dan gaan we even de refresh doen van onze radar. Let me see. Yes, daar is hij. En het ruikt hier naar frietjes. Het raam staat open en dat krijg je dan. Alles waait hier binnen van geuren en kleuren. Lander of Michiel of Jelmer, kan je even ook verwittigen, Michiel, dat hij Instagram checkt voor de foto's van onze volgers. Jelmer, let me know. Goed. Kijk eens aan. Vanaf 8 uur, toen de livestream begon, waar zit het onweer, denkt u? Tja, dit is behoorlijk clear, hè? Voilà. Dit is op het huidige moment de situatie. We zien dat die onweersbui eigenlijk deze structuur heeft. Laten we die even gaan tekenen. En de meest actieve elementen die gaan volgens mij over het oosten van Antwerpen trekken. Zo richting Zuidoost-Nederland. En waar het kruisje staat in de buurt van Luxemburg, daar zijn nog nieuwe buien op komst. Kobi, ik hoor dat het giet in Gent. Dat zou kunnen kloppen aan de hand van onze radar. Want daar zit ook regen in de buurt. Dankjewel voor die melding. Top. Kijk eens naar de Vogezen, onweersbuien die ook nog afkomen. Ja, Maarten, dus ik heb het net toegelicht in het kruisje hier of in de buurt van Luxemburg. Daar gaan nieuwe buien ontstaan en die gaan zo meedraaien, mensen, over België. Gunther, waar kun je een cursus volgen? Het blijft super interessant, al jaren een weerfreak. Gunther, ik zou zeggen, blijf gewoon de livestreams volgen. En dan ga je zelf wel die pro worden. Yes, dat is toch alvast de bedoeling van mij. Naar jullie. Top. Wat zien we nog in de chat? Even zien. Laat even weten trouwens wat jullie al van de livestream vinden. Vind ik belangrijk. In Leuven, stilte voor meer. Lydia, zeker en vast. Zoals we nu zien. Op deze radar van Noodweer Benelux, dat daar in de buurt van Leuven, we zullen even kijken. Zoom. Leuven, waar ben je dan? Hier is Leuven. Kijk eens. Lydia, jij vraagt, wij beantwoorden. Hier, deze bui, die is op weg. Kijk, dit was een tijdje terug. Dit komt naar Leuven. Wow. Ik ga een aantal mensen in de verf zetten die een steuntje hebben gedaan via de website. Dat is uiteraard zeer belangrijk. Peter, super bedankt man. Dan Van Zalk. Ik hoop dat je kijkt Van Zalk. Laat het even weten in de stream. Morgen, Nicolas, ga je ook live om 8 uur? Laat het even weten mensen. Willen jullie dat? Dan gaan we er morgenavond nog een extra live bijknallen. Krijgt het oosten van Nederland ook wat regen, schrijft Max. Max, het gaat kantje boord zijn, want op dit moment zien we dat die route van onweersbuien het centrum en het oosten van België volgt. En zo zal afbuigen richting Zeeland en de regio van Rotterdam, Amsterdam. Dus het oosten, dat wordt wellicht wat tricky. Hendrik Blauw, fantastische stream. Je doet dit geweldig, Hendrik. Vuistje. Top. Oké, heel veel reacties ook uit Lichtaard. Chrisje, dankjewel, even geregend daar. En dan Sonja Mol, ook jij super bedankt voor je 5 euro steun via de website. Wauw, daarmee kunnen we weer wat in de spaarpot voor de app gooien. Cool. 24 op 7 live, doe eens gek. Angelo, dat gaat mijn vriendin niet graag horen, denk ik. Hey, DVBR, alles goed?
En Oudenaarde droog, zegt Stijn van Neverseel. Oudenaarde, het zal wellicht ook daar droog blijven volgens de laatste stand van zaken hier op de radar. Oudenaarde, voor de mensen die niet weten waar het ligt, hier ongeveer. We kunnen zelfs inzoomen op die radar. I love it. Oudenaarde. Hier ergens, denk ik. In deze buurt. Dus u ziet, ja, als u mijn cursor bekijkt, dan valt dat eigenlijk er net buiten. En wat opvalt, er zitten in die zone van onweersbuien zitten heel actieve celletjes. Hè? Ja, dus als u zo'n celletje over u krijgt, dan bent u zeker gedoucht. Sowieso. Louis, ga je de level 1 uitbreiden over Midden-Nederland? En dat is wel grappig, want Louis die adviseert ons. Louis, hoezeer ik je ook apprecieer, maar wij gaan de call doen om uit te breiden als we dat nodig vinden. Dus we gaan uiteraard niet op dit moment die adviezen volgen. We blijven voorlopig bij onze setting die we hebben staan. En onze setting is deze en voor mij en voor het team voldoende noordelijk, hoor. Ja. Maar goed, we houden het vanavond in de gaten. Zal de kust onweer krijgen? Arne, dat heb ik al meermaals gemeld. Je hebt het misschien niet op of gezien. Nee, lijkt voor mij eigenlijk voor West-Vlaanderen no-go voor onweer. Maar je kan ook onze onweerskaart even checken. Je ziet daar ook dat er op staat lokaal onweer. Dus dan moet u fingers crossed doen dat het in uw buurt komt. Een station in Luxemburg. Een windstoot volgens 120 km per uur. Oh la la. Even zien of dat ook zo is. Op dit moment, op dit beeld, helemaal niet. Ja. Helemaal niet tot 120 per uur. We zien hier een windstoot in Luxemburg tot 27 km per uur. Dan zal het een heel lokaal verhaal geweest zijn. Hello Gaming, welkom jongen. Wat doet Nederland? Hello Gaming, check het zeker even, de livestream vanaf het begin ook. Maar hoe meer naar het noorden in Nederland, hoe minder kans op onweer. Helemaal conform ook onze waarschuwingskaart die op Twitter staat. Ik vermoed dat het eigenlijk ten noorden van Amsterdam, Enschede ongeveer, dat het daar eigenlijk weinig gaat zijn. Dankjewel, Jelmer. Wat zien we nog? Marvin. De geur die gepaard gaat met regen en een droogte, dat is petrichor. Ja, daar hebben we een mooi artikel op staan. Op onze site. En Marian die zegt het ook net. Marian, misschien kan je een linkje delen voor iedereen die kijkt. Wat is petrichor en wat is die typische geur die vrijkomt na een periode van serieuze droogte? Lydia, dankjewel. Het kleddert in Leuven. I love it. We hadden het daarnet gezegd over die bui die op weg was naar jou. Dus dat lijkt mooi te kloppen. Laten we even kijken naar de temperatuur voor morgen. Vandaag, ja. Die chart. On the spot was deze helemaal de realiteit. 26, 27 graden lokaal in Nederland vandaag. We gaan even kijken naar morgen. Misschien denkt u na dit onweer. Ja, morgen zijn we dan alweer bij af. Belgisch Nederland zomerweer. 20 graden en wat wisselende bewolking. Even een kleine poll. Wat denkt u voor morgen, zaterdag, 13 juni? R.J. Westerbeek. Super bedankt. Voor de support op ons YouTube-kanaal. €5,49. En de eerste hartjes, they are rolling in the chat. Leuk weetje, RJ, als je er graag ook een zinnetje aan toevoegt, doe dat zeker, lees ik met veel plezier op. Goed, ik ben benieuwd. De eerste temperatuurmeldingen komen binnen. Iemand zegt 27 graden, 25 graden. Hey, Sihan, welkom in de livestream. Sabine die zegt, het wordt morgen nog iets warmer. Let's see.
Kijk eens aan. Goh. Jongen. Morgen, zaterdag, 13 juni, mensen. 25 graden verspreid in de Benelux weer al. Van enige afkoeling lijkt hier gewoon geen sprake. Gerrit de Bijer. Welkom, Gerrit. Ik herhaal het graag als je nog niet geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal. Ik moet het ook vaak eventjes zeggen. Je kan abonneren hier op een rode knop. We gaan samen naar 12.000 mensen ongeveer. Ik heb een foto aan jullie getagd op Instagram. Top, Marianneke. Misschien Marian, kan jij ook Michiel even verwittigen dat hij die foto checkt op Instagram. Want nu ben ik live en dat is uiteraard niet evident. Dus morgen, ja, behoorlijk warm. Zomers warm. En het lijkt eigenlijk dat het de laatste jaren, als het wat warm wordt, direct 25 graden gaat zijn. Goed, dan gaan we even verder. Zondag, 14 juni, 22 tot 24 graden. Ja, dit is voor mij perfect weer. Laat het even weten in de chat, als je erbij bent. Wie ziet dit zitten of mag het iets warmer zijn voor u? Liever 30 graden met dan een verfrissende onweersbui in de avondperiode. Wat ik teken op zich wel voor dit hoor, 20 tot 24. Hey, super bedankt MBQS en Trippin. Welkom in onze YouTube family. Jullie zijn zo net geabonneerd. Hey Miro de Jong, is het een harde donder? Wel Miro, het is altijd zo dat onweer gepaard gaat met ofwel bliksem en donder. Afhankelijk van hoe dicht het onweer zit, kan een donder behoorlijk heftig zijn. Binnen de 3 tot 4 seconden een bliksem, donder, ja, dan gaat u beter alles uittrekken. Niet van kleren, maar van stopcontacten. Oh yeah. Caseify, reclame voor Coolblue rechts. Ja, we zijn blijkbaar op zoek gegaan naar stofzuigers. Hier in ons appartement, mensen, is het misschien wat rommelig geweest. Eventjes polsen bij de vriendin hier straks. Dan gaan we maandag kijken. Ah, jongens. Jackpot weer dit gewoon. In België klokken we af. 22 tot 24. En het wordt hier zowaar donker, Nicolas. Je moet al een lichtje aansteken. Hoppa, light is in the air. Damien, die zit, of die ziet 35 graden wel zitten. Met zwaar onweer in de avond. Tja, Damien. Je maakt het pittig. Nelson, kan een raam kapot gaan van een donder? Ja, als die heel dicht zit, kan de trilling van donder en het geluid, kan die inderdaad een raam doen breken. Maar dan moet die heel dicht zitten hoor. Goed, dus maandag. Spicy, goed weer. Aangenaam weer, ideale slaapkamertemperaturen. Very cool. En dan jongens, dinsdag, 16 juni. Nice, hè? 24 ook, maxima in Nederland. Mijn excuses voor mijn Nederlandse weervrienden hier. Iets frisser, daar gaat u misschien de korte broek niet kunnen aandoen. Welkom Florian in de livestream, joh. We gaan naar volgende week woensdag. 24 graden. Het lijkt wel alsof het weermodel geen ander temperatuurtje kan geven. Voor volgende week. We zitten constant tussen 22 en 24 graden. Xenon, raad je aan om een PC uit te zetten bij zwaar onweer en als het zeker onweercellen zijn met bliksems van boven naar beneden, de zogenaamde CG's, cloud to ground, dan trek maar alles uit wat elektronica betreft. Goed, we gaan naar donderdag. Volgende week. Boom, operatie opwarming. Iemand zegt, er zit een rode pit in het westen van België. Max, ik hoop dat het een pit is van onweer. Holy pepperonis. Jojo, full house. Holy moly. De man of vrouw die het volgende gedaan heeft op onze website. Via deze knop. Wil die zich even aanmelden, want mensen, er is een donatie binnengekomen, een steuntje van 80 euro.
Maak uzelf bekendbaar in deze livestream, alsjeblieft. Er staat geen naam bij. Holy pepperonis. Ik ben benieuwd. Ook nog iemand bedanken, nog eentje van 5. Super. Joey Smits, heb ik wat gemist? Joey, op zich wel. We hebben al een behoorlijk spicy livestream achter de rug, Joey. Zo net ook een indrukwekkende update hier. Hartjes in de chat, ja, boys and girls. Alsjeblieft, liefst. Die man of vrouw, maak u alsjeblieft in die chat hier kenbaar. Volgende week donderdag, 18 juni. 26 graden. Wil u het zien voor vrijdag? Uiteraard. Hoppa, vrijdag. Voilà. Dit is toch eigenlijk echt... Jongen. Als we dit weermodel gewoon analyseren, zien we van maandag tot vrijdag 25 graden over de ganse lijn. Zien we in Nederland iets frisser volgende week, maar eigenlijk ook niet slecht. 20 graden ongeveer, met dan een opwarming richting het einde van volgende week. En ja, zit daar ook onweer bij. Ja, gaan we nu checken, jongens. Oké, ik heb geen idee hoeveel mensen er al kijken vanaf het begin. Casify, zou super zijn als je support geeft. Yes, mag zeker via de website. En dat klopt ook, maar dankzij YouTube bestaat de superchat. Dus we zijn YouTube echt zeer, zeer waardevol. Ja, als het niet bestond, wat gingen we dan doen, mensen? Wees daar eens... Of denk daar eens aan, als we dat hier niet konden doen. Holy molies. Steven de Brouwer, welkom, man. Everything alright, Steven? Goed, neerslag. Even flashback. Woo, charges. Dan, voor vandaag zien we dat hier ja, de focus lag op veel regen in het zuidoosten. Hello Gaming. Nice. Marvin, jij ook. Top. Shannon, die zegt, kom maar op. Shannon, that's the spirit. We gaan naar morgen. Zaterdag. Jesper, we gaan een update geven van de radar, hoor. Ja, ja. Geef het eventjes de tijd. Nee. Ah, hier zijn ze. Oh, ho, ho. Kijk eens hier, Lilian. Oh, lala, die zegt geel-groene lucht. Lilian, gele lucht is een teken van hagel. Dus als u nu kijkt... Ja, ga toch even naar buiten. En groene lucht is eigenlijk teken van fors onweer. Dus mocht je een foto kunnen nemen, let me know. En als er foto's zijn... media@noodweer.be. Ga je ECMUF nog bespreken ook? Ja, we zijn al anderhalf uur bezig. We gaan er een extended livestream van maken, boys and girls. Deze vrijdagavond, er is toch geen op de tv, of het zijn veel herhalingen of films die u al 10.000 keer gezien heeft. Hier, niks daarvan. Het is een livestream. We gaan naar 14 juni, maar kijk eens, morgen, zaterdag, iemand een zwembandje. Boom. Forse signalen, hoor. Maar waarschijnlijk is dat al inclusief de regen van vanavond. Ja. Tjonge. Wonen hier mensen in die regio? Geen idee. Maar het lijkt er wel een waterballet. We gaan eventjes kijken naar zondag. Water. Zien we dat? Dat zou normaal moeten verdwijnen. Ja, dat verdwijnt over een groot deel van de Benelux. Maar, Groningen, zijn er mensen uit Groningen? Zondag. Ik zie hier mensen off the chain neerslag. Hoeveelheden. Mark Hellebuik, welkom Mark, alles goed? Kijk eens hier. In het noordoosten van Nederland, zondag, berekent dit weermodel forse neerslaghoeveelheden. Makkelijk meer dan 40 liter per vierkante meter. Lilian, ai, ze zegt, hier breekt de hel los. Lilian, hopelijk niet te erg. Daar, we gaan straks de radar er opnieuw bij pakken. Yes, we do. Maar kijk eens hier voor zondag.
Oké, goed monitoren die handel. Dan gaan we even zien voor maandag, operatie uitdroging. Ben je daar, maandag? Gaan we even zien. Hoppa jongens. Hey Geert, welkom. Geert van der Veen, shout-out. Ha Blauw, dankjewel ook voor je steuntje via de website. 5 euro, hartjes voor Ha Blauw. Top. Linda, Donder en Bliksem in Bocholt. Dankjewel Linda voor de weermelding. Helpt ons supergoed. En Weert in Nederland, ook onweer. Ja, het gaat blijkbaar los hoor. Op meerdere plaatsen nu. Hoelalalala. En ik zie hier op de radar voor België, voor het Westen, no go. West-Vlaanderen, dat wordt niks, sorry. Voor Oost-Vlaanderen wordt het bijna ook niks, zoals ik nu zie op de radar. En het lijkt de jackpot te worden voor Antwerpen, Limburg, Luik, het zuidoosten van Nederland, het zuiden van Nederland. Daar gaat het te doen zijn vanavond. En dat is logisch, mens. Super logisch. Vandaag was het daar warmer. Paul de Jong die zegt hallo iedereen. Mensen die Paul de Jong niet kennen, dat is een van de grootste superfans van Noodweer Benelux. Paul, super dat je erbij bent. Ja, het is een extra stream vanavond. Wat wil je? Onweer in the house. Oké. Woe. Jo. Die cel die trekt volop Limburg. In Noordoost-België. Goed, hier, dit kaartje voor volgende week maandag, 15 juni. Zien we dat eigenlijk de neerslag aan het afbouwen is. Dan gaan we kijken naar dinsdag, maar jong. Check it out. Waar we zo lang, ja, zo lang achter regen vroegen, lijkt het nu de komende dagen een komen en gaan van buien. Het zijn buien, mensen. Dus niet forse neerslagzones. U gaat het misschien perfect droog houden, zelfs tot morgen. Mensen in West-Vlaanderen die zitten nu waarschijnlijk al te huilen met de pet op. Want ja, er valt eigenlijk weer geen regen. En ik voel echt mee. Landbouwers, mensen in de tuinsector. Ja, die grond, ondanks wat regen afgelopen week, is nog altijd, zoals we hier zeggen in West-Vlaanderen, poer droog. Zo droog als iets. Ja. Yes. Bedankt voor de hartjes, schrijft Hendrik Blauw. Hendrik, dat is geheel terecht. Dankjewel voor de steun trouwens naar ons weerplatform. Mensen die zich afvragen, superchats hier op YouTube of steuntjes via de website, waar gaat dat naartoe? Heel simpel. Direct naar onze applicatie, die gaan we namelijk willen maken om jullie op Android, iOS van Apple ook een app te geven. Dus daar gaat het naartoe. Yes. En binnenkort ook de nieuwe site. En we beginnen toch te naderen. Hè? Nicolas, jij zat er perfect op. Vanmiddag had je gezegd dat het voor het oosten was. Ja, Lilian, ik ben de eerste om te zeggen dat ik altijd met de voetjes op de grond blijf wat mijn weersverwachtingen betreft. Ik loop niet graag naast mijn schoenen met dan te zeggen van oké, het is me gelukt. Ik ben wel blij, dat wel. Maar ik kan er ook naast zitten. Dus ik vind het heel belangrijk om dat ook te durven toegeven. En mijn hele team trouwens. Durven toegeven dat een weersverwachting soms de mist in gaat. Dat is meestal het eerste wat mensen enorm appreciëren. En daar staan wij bij Noodweer Benelux garant voor. Amor, wat doet Noodweer Benelux eigenlijk met onze info die we doorgeven via directe of weersomstandigheden? Maakt die info jullie kaarten beter? Amor, nee, helemaal niet. Wat maakt het wel beter, die meldingen? Elkaar. Ja, want doordat je elkaar informeert lokaal in de Benelux, hebben we eigenlijk een community die draait. Die staat als een paal boven 2 meter water. Autism animations. Ik ben bang. Lol. Autism. Eerst en vooral, via deze livestreams ga je beter worden in onweer herkennen. Ga je het ook misschien zelf kunnen verwachten. En ga ik je ook helpen om niet bang te zijn voor onweer. Want onweer is op zich niks om bang voor te zijn, tenzij dat het iets is in Noord-Amerika met tornado's. Ja, dan zou ik wel toch nuance leggen. Maar als je je goed beschermt, elektronica beschermt tijdens zwaar onweer, kan er eigenlijk weinig misgaan hoor. Wil je nog eens de radar tonen?
Reinoud Raas, Reinoud, zeker aan vast. Maar laat me even nog kijken voor volgende week woensdag hier. Is er regen? Ja. Jongen, u ziet het. U ziet wat ik zie vanaf maandag tot woensdag. Zijn er gewoon constant neerslagsignalen in de Benelux? Dan gaan we naar donderdag. Even wachten of dat laat. Donderdag 18 juni. Peter, hij is niet de enige die bang is voor onweer. Het wordt hier een beetje eng. Peter, ik ken jou ondertussen al een beetje. En mensen, Peter van der Linden, die heeft al 3 inslagen nabij gehad in zijn regio. Dus dan zou je daar inderdaad wel wat schrik voor krijgen. Hoe kun je de wolken van onweer herkennen? Arne, op onze site staat er heel wat informatie, veel artikeltjes. Wat zou ik jou adviseren, Arne, en eigenlijk iedereen die kijkt, dit is een zoekfunctie, Arne, en daar kan je ingeven wat je zoekt, dus check it out. Good, very good. Donderdag, de kaart heeft precies niet erg veel zin om te laden. Goed, dan gaan we dat laten. Ah, oh. As we speak, 18 juni, neerslagkans wel wat boven de Benelux, maar niet echt uitgesproken zwaar op donderdag. En dat zou dan met aangename temperaturen zijn. Mm-hmm. Daar wil ik wel voor tekenen. Zo, laten we even die radar erbij pakken. Refresh, boys and girls. Zo, dat is het oude radarbeeld. Even de refresh doen. Zo. Jepla. Iemand zegt in caps lock letters, en daar wil ik toch eventjes voor waarschuwen. Caps locks zijn niet toegestaan, familievlog, dus daar kan je ook een timeout voor krijgen. Wees daar dus mee voorzichtig, want roepen heeft hier geen zin. En in principe lees ik dan ook niet de reactie, maar goed. Zuid-Holland krijgt dat onweer. Ja, als u ziet wat er op weg is naar Zuid-Holland, dan kan u zeer gemakkelijk de conclusie trekken. We gaan het even doen voor jou. Let me see. Hoppa, de radar is running. Yes, we gaan nu naar 9:15. Kijk eens aan. Goh. We staan 9:10 even vast. Gilles, hoe laat is het voorbij? Gilles, dat is ook een goede vraag, Gilles. Afhankelijk van de buien boven Frankrijk is het te zien wat het gaat doen, Gilles. Er zijn daar onweersbuien nog actief, die trekken ook richting de Benelux, dus het zou wel nog een avondje kunnen aanhouden. Peter, celletje net noord van Turnhout. We gaan dat even bekijken, Peter. Of bekijken, ja. En inderdaad, dat klopt. Kijk eens hier. Turnhout, zoek het maar even. Merksem zien we hier. En volgens mij ligt Turnhout hier ergens in de buurt. Dan meer naar het oosten zijn volgens mij. Yes, voilà. Daar zien we Turnhout en daar is redelijk wat animo in de buurt. Ja, redelijk wat actieve buien. U ziet het, rode cellen zelfs. En ja, het meest actieve deel zou ik op dit moment kunnen updaten. Gaan we doen. Zit zo. Voilà. En dit is eigenlijk perfect de voorspelling van Arome. En perfect op dit moment de setting voor onze waarschuwingskaart. Arne, waarom komt er niets in het westen? Heel simpel, Arne. Omdat de weermodellen 1 dat niet berekenen en 2 er is te weinig onstabiliteit. Chrisje die meldt, ooit verteld door mensen van de brandweer. Je moet ook stekkers weglagen 1 of 1,5 meter van de contactdoos. Anders hebben ze ook blijkbaar effect van een blikseminslag. Mm-hmm. Chrisje, dat wist ik helemaal niet. Dankjewel voor de update. Trouwens, ik heb geen enkel idee hoeveel mensen zitten hier in deze livestream. Ik
Ik vertel maar door. Goed. Dus op dit moment is dit de route en ik verwacht vanuit het zuiden hier in de regio van Nancy nog nieuwe onweersbuien die zo opschuiven naar Oost-België, noorden van België en ook het zuiden van Nederland. Dat is ongeveer de hele update die ik graag wil meegeven, Stanley. Noord-Holland, ja, lijkt mij een no-go. Dat zal iets voor morgen zijn, Noord-Holland. Zijn de bliksemontladingen hetzelfde als blikseminslagen, zie ik? Nee, dat is niet hetzelfde. Dankjewel trouwens voor de update. 320 kijkers, ongelooflijk. Ik ga het hier eventjes voor bekeken houden. 9:30, ik ga ook wat quality time nog in bouwen hier. Met mijn vriendin, gezellige vrijdagavond. Nog eventjes proberen, zolang het onweer op deze manier blijft doorlopen. We staan uiteraard wel met ons team klaar op social media, Facebook, Twitter. En ja, laat maar even weten in de chat, wat vinden jullie van deze hele extra livestream vanavond voor onweer? Duidelijk, niet duidelijk, laat die feedback maar komen. Goed, ik ga jullie uitzwaaien. Bedankt voor ook alle steuntjes in de vorm van superchats, mensen. Het is echt ongelooflijk de laatste weken. Ook op de site, en ik ben denk ik niemand vergeten. Voilà, en dan gaan we jullie met veel plezier morgenavond om 8:00 terugzien op het YouTube-kanaal Noodweer Benelux. Boys and girls, ciao. En het begint hier ondertussen te regenen. Dat zal het sein zijn om de livestream te beëindigen. Geniet ervan van deze vrijdagavond. Ons motto is, you only live once. YOLO. Ciao, kids. Thank you.